28 oktober, een nieuwe dag. De dag dat... 1986, het vrijheidsbeeld in New York wordt ingehuldigd. Dat gebeurde op deze dag. Was een geschenkje van de Fransen. Ja, dat hadden ze gekregen. Nou, dat had je niet hoeven doen. Jawel, yo, oui, oui. Het beeld werd in 1884 voltooid in Frankrijk. Ja, werd gebouwd door Gustave Eiffel. Ja, van die toren, de Eiffeltoren, Gustave, die heeft ook het vrijheidsbeeld gemaakt. Ja, zit een soort van gietijzeren raamwerk zit erin en daar omheen zit koper tegenaan geplakt. En heel dun, hè, dat koper, dat is maar 2,5 centimeter. Zo dik maar. Is dat ding daarom groen? Ja, dat is inderdaad dat het is gaan oxideren, die koper. Het had een bronzen kleur, hè. Toen dachten ze nog van, oh, we gaan hem weer oppoetsen. Nee, nee, dat wilden ze niet. Vanuit heel Italië gingen al die fascisten zo op richting Rome. Om de huidige regering af te zetten. Waar gaan jullie naartoe? We gaan naar Rome. Dat vraagt Mussolini aan ons. Maar dat is toch nog eens een lul, die Mussolini? Ja, dat heb ik ook gehoord, maar ja... Ja, joh, ik loop ook maar gewoon mee. In ieder geval, 1922, de mars op Rome. Bam, bam, bam. Daar gingen ze. Richting Rome, de fascisten. Onder leiding van Mussolini, die te truttig was om zelf helemaal naar Rome te gaan, want hij was een beetje bang. Ja, Formule 1 is Bernie. Bernie is Formule 1. Nou ja, in ieder geval tot 2017. En toen werd het gekocht door Liberty Global. Ja, Bernie heeft ook nog wel... Ja, die heeft best wel wat knaken. Ja, 2,4 miljard pond heeft hij ongeveer. Kijk hem staan daar, joh. Bernie, met zijn twee dochters. Met zijn mokkel daar in het midden. En ja, zijn kind, die is nu bij de oppas. Zijn kind? Ja, hij is vorig jaar vader geworden. Toen hij 89 was. Ja. En vandaag is hij jarig, 90 geworden. Bernie Ecclestone. In 1949, toen werd hij linker geboren. Bruce Jenner. Ja, toen zat er nog een pikje aan. Bruce zou vandaag 71 zijn geworden. Maar ja, Bruce is Bruce niet meer. Ook niet volgens de wet. Het is nu, die zie je daar rechts. Dat is Caitlyn Jenner. En dat is sinds 2015. Ja, eigenlijk is Bruce het bekendst door Keeping Up With The Kardashians. Daar kent iedereen Bruce van. Ja, Bruce was ook een Olympisch held. 2 keer op de Olympische Spelen, 10-kamp. Ja, is hij nou jarig vandaag, Bruce? Nee, want het is Caitlyn Jenner geworden. Is Caitlyn vandaag jarig? Ja, dat is een beetje de vraag. Denk het wel. En hoe oud is Caitlyn geworden dan vandaag? 71 of 5? We kunnen sowieso Caitlyn feliciteren. Gefeliciteerd. Ja, en Bruce die... Bruce is niet meer. Nee, hij is pas 65 geworden, Bill. Bill Gates. Ik dacht dat hij ouder was. Nee, joh, maakt niet uit. Kijk, daar staat hij. Links en rechts. En links, ja, toen was hij opgepakt. Ja, hey, Bill is een boefie, hoor. Zeker? Nee, het was een verkeersovertreding in New Mexico. Ja, toen moest hij voorkomen. Ja, Bill Gates, grondlegger en mede-eigenaar van Microsoft. Bill, hoeveel geld heb je nu? Hoeveel? 110 miljard. Oh, oké. Ja. Vandaag is hij 57 jaar geworden. Ja, misschien wel de bekendste Italiaanse zanger. Eros Ramazzotti. Ik heb zo'n zin in een pizza al canzone. Ik hoef geen gewone. Zo'n dubbel geklapt lama come. Ik wil geen pasta. Ik wil geen pasta. Ik wil een pizza calzone met parmezaan uit Italië. Ik heb zo'n zin in een pizza calzone. Ja, Eros Ramazzotti, blijf lekker, hè. Die blijft toch ook wel knappen, hè? Ja, Julia Roberts, 53 jaar geworden vandaag. Gefeliciteerd. Die rechter is jarig vandaag. Desiree Manders... Die is alweer 51 geworden, joh. Two Brothers on the Fourth Floor. Waarom heette dat Two Brothers on the Fourth Floor? Leuk dat je dat vraagt. De oprichters van de groep waren Bobby en Martin. De boer, 2 broers van elkaar. Ja, die woonden in een flat op de 4e verdieping. Ja, zo moeilijk is het toch niet, hé? Black and white, dancing together. Side by side, we'll make things better. You're never alone. Kijk, daar hebben we Petertje. Peter van der Vorst, 49 jaar geworden vandaag. Gefeliciteerd. Ja, ik vond hem als presentator... Ja, ik kan niet zoveel met hem. Nee. Maar ik hoor van heel veel mensen dat het echt een leuke vent is. Nou ja, hey. Peter, gefeliciteerd. Was hem weer de dag dat. Abonneer je eventjes. Arrivederci. Bis morgen.